gaan wij starten met een mooi pokoe. En a pokoe die si na sang brada pro marman chakong. Maar mo hori tjus en a spanning, want meneer Seymour moest vertellen hoe. Zo't pokoe a chakong, otenga pokoe meki en suma roko na a mooi pokoe die si. Fabien, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, dankjewel mijn brada. Ja, Fabien, ik van takken ba, zolang alleen maar jere. Meneer Seymour, pro marman, dan een mooi span, poco kwaliteit. Oh, zeker weten toch, mijn broer. Natuurlijk, we hebben alle de lukumen een mooi suite in manten. En hoe breed het ook mag de manten, dat je voor kondoar ook voor de artiest voor nu. Dus in een geval, die zie, like zei dat je bijna een mooi suite poco. En zeker een mooi gam manten ook toe. Dus mijn breed is de jason. Sawadu, wat maakt de man test van chinso of wat ik even? Nou, ik kan met de man testen zo en dat werd ik. Oké, dan kijk ik naar de technici. Met afvallig test van tien zo van poko, dan we komen voor tak morofara abra apoko lisi. Ik hou van hem laten zien. Personal Beyoncé, jij bent mijn personal Beyoncé. Jij brengt die heat, jij die fire, die house. Jij bent die persoon, jij die in mijn leven hombre. En ik wil hier voor altijd met jou zijn. Ik hou je dicht bij mij. Febo, Lloyd de Mesa, Steps en Angelo. Ja. Voor degene die deze artiesten nog niet kennen, wie zijn deze guys? Laat me zo beginnen. Tetak Lloyd de Mesa, dat want ik Lloyd de Mesa naar een Saranamang. Step ook toe, Abba Sarana Roots, Isabi. En vorig jaar, mi promoten een poko voor de brada. En apoko dat neng tijd zal het leren. En apoko doen een valk boom. En dat want ik bakawa jari, de brada kan een nieuw single. En sang den do this lazy is dat Lloyd en Step na sowieso een collectief. En de man tek Angelo, ja, S-O-T. De man tek abrada dat Lloyd en manage abrada. En dat Lloyd die abrada gelegenheid voor kontapatrek ook toe. En Lloyd, sowieso Angelo na Curaçao. En natuurlijk de toeter abrada voor nu sa abasara na roots. Oké, en wat is de boodschap? De boodschap, lovers en friends, na sowieso lobby tori. En ja, isab saweta ki toch, lobby altijd abo wan boskopu. En abo skopu ina poku dis na tak vaak genoeg of een nou man als vrouw is, dat je je partner als je bestie kan zien. Isabi toch? Dus daarover gaat die poku zo een beetje. En het is niet zo dat je diegene alleen maar in een hoekje drukt. Isabi toch? Dat het alleen te aangelegenheid de, maar nee, in addition naar lobby tori en dat want dat junanga je partner sowieso kan delen qua bestie. Dus daarover gaat die poko. Va samensmelting voor de manis kong bijeen. Va samensmelting kong na leksa mitaki minasap ef temitak Arnhems geweest kan de ibesap den brada dati. Maar zijn mannen die Lloyd bijvoorbeeld Arnhems geweest zijn mannen die een sporen al een tijdje in de muziek scene hebben. Verdien. En vaak de man sowieso rocken jaren samen. Ba. En wat ze nu hebben gedaan is dat de man take Angelo erbij en dat de brada make apoku samen met z'n drieën. Oké. Okay. Ote ik kies een clip voor beoordeel voor Chakon Tapa Planga? Ik kies een clip sedert in zeg maar eerste week of juni. En dat want ik mei sowieso, mei, april, mei, mi be abba pokuba. Maar brada Clayton is abzang, wamon bijna minoroko. En dat heeft puur te maken met dat COVID gebeuren. En ube wacht een moment even rustig af. Fuset alasani, telek alasani ba. Omdat tauroke kadoro, dan komt het één keer naar buiten. Oké, en ik check een poku. En ik beoordeel een poku op een kwaliteit. Ja. En ik vind dat nou, dit is goed genoeg voor de Surinaamse muziekindustrie. Zeker weten, zeker weten. Oké. Die tune is een beetje afro. Ja.
En Caribische invloeden, Afro-Caribische invloeden. En we hebben country die nama ook toe. Dus, waarom is er gekozen voor deze stijl? Ik denk dat dat precies bij die mannen past. Als we praten over Lloyd, dan is Lloyd een R&B man. En als je die stijlen met elkaar kan mixen, dan heb je een mooi product. En ik bedoel, het is zomer al. Ja. Gaan we daar in Nederland. Dus, en ook voor Suriname zitten we straks als song Big Fire. Is dat weet toch? Ja. Dus dat want ik naar Sweet Pokoe op van Oudu. Want we kunnen alleen maar blijven denken aan die stressmomenten. Maar die mannen hebben ook aan me gezegd dat Fubo, we hopen naar een productie die zoutje komt. Dat te des maiera poku, dat kwam chillafu, kan ding ding. Dus wie is voor een stress day of zang, maar poku is je apprecieer. En dat vinden we belangrijk. Ja, de boodschap is overwegend over lobby. Ja. En ik heb ook een beetje gelezen in. Die tekst die je voor mij hebt gestuurd, mm-hmm. staat geschreven dat er niet is gekozen voor uitschelden. Nee, vulgaire taal. Nee. Dus ze hebben goed nagedacht. Tuurlijk. Over de tekst. Tuurlijk. En om een serieuze boodschap te sturen richting de gemeenschap. Zeker weten, mijn broeder. En if a vulgaire taalbediening. Promarman.com no snap je een moment die zie. Voel promote poku dat die. Omdat het is belangrijk wat je aan je gemeenschap geeft. En in een die zie, lovers en friends, zo heet de gloednieuwe. Dat want dat je naf wins iedereen wat stress, maar tegen arka poku. Dat je een wapje smile kan contact. En ik bedoel, lobby tori, lobby verkoopt altijd. Dus of het nou man als vrouw is, je take je partner of you nanga you man of you woman. Weet je, dat je als bestie. Daaruit kan gaan, want lekker feit kan de Japan Matisse en hij bestie of wat oma lekker bestie. Maar ook in Apokutori, dus wat ze aangeven is Arkino. Het kan zowel als bij man en het kan ook zowel als bij vrouw. Ja, en vooral in de COVID-periode, die zo Apokutori bestie van Urufukang, die doen stressmomenten. Zeker weten, zeker weten. Oké, hoe lang hebben deze jongens gewerkt aan die poku? Ja. Dus het schrijven van dat lied en het uitbrengen van die clip. Laat me dit ervan zeggen. Ze zijn vorig jaar uitgekomen met de EP. Een EP dat want ik een mini-album. En made met twee maten zo aan ding. En die is na tweede single voor een EP. Dus dat want ik zo is. Vorig jaar de man kan een mini-album. En die is na tweede single. En dat betekent dat tegen kan een album naar door. En binnen one day je promoting. Je moet het uitzetten. Vorig jaar hebben we de tijd zal het leren hebben we geïntroduceerd. Nu brengen we Lovers and Friends. Lovers and Friends. Yes, Fabian. If you look at clip, want we looking helemaal uit, dan misschien dat nou een family song. Zeker weten. En mijn broeder, we gaan straks richting de vakantie. Isabi toch? Dus het is lekker swingen. We zijn blij dat we ook deze poko mogen introduceren. En natuurlijk, Mantintak heeft de primeur om de videoclip als eerste te laten zien. Samiwan bedankt. Miwan bedankt natuurlijk aan record label, Chifu Records. Dat na de brada sa snap, baka productie, voor Lloyd. En Step, Nanga Angelo, SOT. We zijn trots dat we dit hier mogen lanceren in Mantintak. Ja. Is het al te zien op YouTube? Het is ook al op YouTube, maar natuurlijk de televisie hier in Suriname. En daarom maakt hij de Mante Ucharengi STVS. En zo de hele week of de komende tijd zullen de mensen informatie krijgen. Of het nou de radio, de kranten, de televisie is. We zijn bezig met de promotie. En je weet wat we altijd zeggen. Als we met een product bezig zijn, weten we niet wat het eindresultaat zou worden. Maar we gaan natuurlijk voor het beste. Ze zeggen, als Promarman achter een poko staat, dan zijn we number one. Brada, weet ik haar eer dat. Oké. Bedankt Fabian. Ja. En ook thanks aan de guys. Want ondanks COVID hebben ze gewerkt aan een goede song. En we Lucas song, dat we schikken naar een mooi meezingertje. Naar een family poko voor jong en oud. En dat is jaar als veer komt bakken voor oude normaal, want voorheen mocht men niet bij elkaar komen. Maar je ziet dat de man lukugomita zomer en het gaat goed met de COVID-19 situatie in Nederland. En de man ik van uit dat ook toe in su a COVID-19 situatie of verander vanwege de vaccinaties. Dus de boy biggie bereken dat zomer er komt, biggie vakantie er komt. Dat we zijn een mooi family song voor kom bij één. Power en succes, guys. Ja,
à la kijkers natuurlijk. Wat mooi sweetie man tengo morofara en mi breti tak mi bede. Mag de jaso. Dankjewel.